Hoi, vandaag ga ik een look doen die heel natuurlijk is. Eigenlijk een soort nude eye. Nou, het is eigenlijk nou, een tikkeltje meer. Maar die ga ik niet doen met oogschaduw, maar met de 28 Blush Palette. Nou, voor een gedeelte dan. Dit ga ik dus als oogschaduw gebruiken. En daarnaast ga ik ook het NYX Smoky Eyes Palette gebruiken. En natuurlijk eyeliner en mascara. Verder heb je nodig een oogschaduwkwast waarmee je in je crease kunt werken. Ik gebruik deze. En ik gebruik ook een wat grotere oogschaduwkwast op het wenkbrauwbod en het gehele lid. Dus in ieder geval een oogschaduwkwast voor de oogschaduw. En een kwastje waarmee je goed in je crease kunt werken. En daarmee kun je vaak ook aan de onderkant goed oogschaduw aanbrengen. Nou, deze look kun je heel makkelijk dragen naar school, naar je werk. Hij is wel heel geschikt ook voor als je net met make-up begint. Hij is helemaal niet moeilijk. En het is ook niet zo van, hey, wat heb jij veel oogschaduw op? En dus, het kan ook eigenlijk bijna niet fout gaan. Ja, je kunt het ook heel goed gebruiken als je wat ouder bent. En ja, je wil nog wel oogschaduw op, maar je wil niet te felle kleuren. Je wil een beetje subtiel. En je wil je ogen wat mooi laten uitkomen. Nou, dan is het ook een hele geschikte look. Nou ja, en natuurlijk kun je de kleuren die ik hieruit gebruik heel makkelijk vervangen. Ik zal even laten zien welke kleur ik gebruik. Ik ga deze twee kleuren gebruiken. Dit is een highlighter. Ja, dit is een beetje zalmrozige kleur. Met een bruine ondertoon. Oké. Okay. Ik heb mijn oog al geprimed met een oogschaduwbasis, dus dat heb ik gedaan. Dan gaan we beginnen. Deze wordt de highlighter en dit wordt de basis voor zeg maar over het hele lid. Dus daar ga ik ook mee beginnen. Ik pak dus deze kleur en dat breng ik over mijn hele ooglid aan. Ook in de crease. Oké. Dat zie je eigenlijk nauwelijks. Dan breng je de highlighter bovenop je wenkbrauw aan. Bovenop je wenkbrauwbod. Dan komt het NYX palet aan te pas. Je gaat deze kleur pakken. En die breng je aan in je buitenste ooghoek en in je crease. Beetje blenden naar boven. Pak je nog wat en dan breng je een klein beetje onderaan. Op je onderste wimperrand aan. Zo. Je ziet al dat het oog al iets meer naar voren springt. Die net wel mooier uitkomt. Dat komt eigenlijk door de schaduw die je nu net hebt gezet. De highlighter bovenop je wenkbrauw. Daardoor komt het oog echt meer naar voren. En nu pak je je eyeliner. Het kan ook een oogpotlood zijn of een gel liner. Maar het moet een beetje makkelijk uit te vegen zijn. Daarmee zet je een lijntje. Heel dun. Van de buitenkant naar bijna de binnenkant. Oké. En zoals je ziet is het lijntje nu heel hard. En daarom is het mooi om dat lijntje te vervagen. Even wachten als je met een vloeibare eyeliner werkt of tot het droog is. Ondertussen pak je vast je kleur. Ga je weer terug naar het blush palet of nou ja, de andere kleurtjes die je gebruikt die vergelijkbaar zijn. En dan pak je de kleur
die je over je hele lid hebt aangebracht, die kleur. Daar doe je wat van op je kwast. En daarmee ga je over het lijntje heen deppen. Wordt die mooi vervaagd? Als je ergens ziet dat het uit is geveegd, dan kun je met een wattenstaafje het even weghalen. Dan heb ik hem hier. Zo. Dan heb je het lijntje dus vervaagd. En dan ga je nog één keer met de donkere kleur de buitenkant van het lijntje vervagen. En nog even een keer onderlangs bij je wimperrand. Buitenkant van het lijntje tot ongeveer de helft zet je nog een keer aan met deze donkere oogschaduw. En dan ga je naar beneden werken. Doorwerken tot in de binnenste ooghoek. Als je het wat heftiger wil hebben, kun je ook je waterlijn nog met een donker koolpotlood aanzetten. Dat is ook nog een optie. En dan kun je ook nog de rand of de lijn die je net hebt gezet op je bovenste wimperrand niet vervagen. Dan heb je al, ja, dan heb je een wat heftigere look. Oké. Deze kan nog ietsjes donkerder. Denk er weer om dat je hem goed verbindt, die buitenste ooghoek met de wimperrand. Dat het weer mooi gelijk wordt. Zo. En dit was het al wat betreft de oogschaduw. Nu zet je het aan met mascara. Dit is dan hoe het geworden is. Een hele, ja, je kunt deze look heel makkelijk overdag dragen. Hij is helemaal niet te heftig, maar je hebt toch mooie ogen eruit laten springen. Nou nog wat blush op. Komt het blushpalet weer tevoorschijn. Nou, bij zo'n naturel look maakt het eigenlijk niet echt veel uit of je nou een koele of een warme blush op doet. Eigenlijk past het allebei wel erbij. Want ik heb niet echt een hele duidelijke warme of koele kleur gebruikt. Dus je kunt het zelf kiezen. Ik ga denk ik voor een beetje peachy. Ik kies deze. Wat lippenbalsem of lipgloss of lipstift om het af te maken. Ik gebruik nu een lippenbalsem van Badger. En dit is het. Hartstikke makkelijk, niet moeilijk. Ja, je kunt natuurlijk de kleurtjes vervangen die ik heb gebruikt in het blushpalet en het NYX-palet voor een oogschaduw die je thuis hebt. Maar waar het vooral om gaat, dat je dus een highlighter hebt, een wat donkerdere kleur en een middelkleur. En dat je dus een oogschaduw of een oogpotlood hebt of een eyeliner en wat mascara. En dan kun je al heel makkelijk een mooie look maken. Dus succes en tot de volgende keer.